Je propose que le prochain interview, on le fait en français. C'est pas aussi bon que mon irlandais, mais voilà. J'essaie aussi de travailler sur ça. Dat is iets waar we ook niet te negatief moeten over zijn. Het is wat het is. We moeten het oplossen. Het is duidelijk dat we niet meer beschikken over dezelfde budgetten als de laatste 5 jaar. En dat we op een andere manier moeten recruteren. Dat we onze inkomende transfers heel scherp moeten proberen af te ronden. En ook aan de juiste salarissen. Idem trouwens voor de contractverlenging van jeugdspelers. Anderlecht moet verder bouwen op de academy. Company, Lukaku, Tielemans, Praat, Den Donker. Maar ook recent nog Salemakers en Bornau. Dat wil zeggen dat Anderlecht jaar na jaar schitterende jeugdproducten aflevert. En daar moeten wij keihard blijven op inzetten. Wij moeten blijven investeren in die opleiding. We moeten zorgen dat die jongens een goed contract tekenen met de nodige step-ups als ze het goed doen, ook financieel. En we moeten dit verhaal ook brengen naar de ouders. Op die manier hebben we met Kilian Sardella, met Marco Cana, met Francis Amouzou, met Antoine Colassin goede overeenkomsten gesloten. Zoals gezegd, omdat die ouders daarmee achter stonden. En we hopen dat we nu hetzelfde kunnen doen met Jeremy Doku, Yari Verscharen en Anouar El Hadj. En dat we tot hetzelfde resultaat kunnen komen. Ik denk dat het absolute belang van de eerste speelminuten niet mag onderschat worden. Een jongen die zijn eerste speelminuten krijgt en die krijgen ze 100% hier op Neerpede of hier op Anderlecht, dat onbetaalbaar is. Dat zijn minuten die ervoor zorgen dat ze hun carrière kunnen lanceren. Als je ziet hoeveel jongens vanuit de academy dat er weer op het eerste veld staan en het aantal jongens die er nog zit aan te komen, waarvan Vincent altijd zegt dat nog hogere kwaliteit zal zijn. Dus daar moeten we echt blijven op investeren. Hè. Dat doen we door de jeugdwerking natuurlijk zo goed mogelijk te maken. Maar ook heel belangrijk is als die jongens vaak op heel jonge leeftijd terechtkomen in een A-kern, dan moeten we zorgen dat die de perfecte staf, de perfecte omkadering hebben om eigenlijk nog verder te blijven ontwikkelen. We moeten zorgen dat die jongens de perfecte omkadering krijgen op het moment dat ze doorstromen naar de A-kern. En dat wil ook zeggen dat wij moeten blijven investeren in onze staf. We hebben dat gedaan dit seizoen, heel hard zelfs. In eerste instantie door Damien Roden aan te trekken. Dus dat hij eigenlijk het fysieke, het medische, het nutritionele en het mentale coördineert. Voor mij is het heel belangrijk dat het fysieke component dat heel sterk uitgewerkt wordt binnen Anderlecht. Omdat wij niet alleen onze eigen jongens, maar ook de jongens die we erbij halen vanuit de recrutering. Omdat wij willen dat die een meerwaarde creëren voor Anderlecht. Dat die het goed doen bij Anderlecht, maar dat die ook de stap kunnen zetten naar het buitenland. En dan weten we dat die fysieke component heel belangrijk is. Jelle en Nicola hebben één iets gemeen. Zij zijn immens gepassioneerd. Door hun vak. Nicola is meer ondersteunend ten aanzien van de coaches op tactisch vlak. Jelle is dan onze doelmannencoach. Maar dat zijn twee jongens die als ik om 10 uur 's avonds hier naar huis ga, dan lopen die hier nog rond. Bij Vince is dat trouwens ook het geval. Vince is bezig met alles. Vince is in eerste plaats speler van Anderlecht, hè. Mogen we niet vergeten. Maar Vince is ook iemand die de filosofie van Anderlecht versterkt. De manier van spelen, de spelstijl, het moderne voetbal wat we met Anderlecht willen brengen, nu en in de toekomst, daar is Vince echt wel de exponent van. En hij volgt dat dan ook heel goed op. Niet alleen binnen de A-kern, maar ook binnen de jeugd. Hij is op de hoogte van de jongens die bij de U7, de U8 lopen. Hij volgt de jongens op die net een contract tekenen. De jongens die op het punt staan om de beloftekern te komen. Dus Vince is iemand die heel nauwe banden onderhoudt. Met Jean Kindermans, met jeugdcoaches. En die alles weet wat er op de club gebeurt. Ik denk ook dat dat de reden is waarom dat het heel goed klikt tussen mij en Vince. Wij hebben ook onze discussies, onze meningsverschillen. Maar we weten van elkaar dat we er echt alles voor doen. Dat we er dag en nacht mee bezig zijn. En dat we willen dat dit project hier echt wel slaagt. En dat we Anderlecht terugkrijgen waar we Anderlecht moeten krijgen. Ik denk dat de transferstrategie van het Anderlecht van de toekomst erop gericht moet zijn om jonge talenten wereldwijd te detecteren, te vinden. En om de jongens, net zoals onze eigen academy jongens, binnen Anderlecht verder te laten ontwikkelen, evolueren en daar proberen meerwaarde op te creëren. Dat moet de strategie van de toekomst worden. Om dat te realiseren heb je natuurlijk een zeer performant scoutingteam nodig. Het traditionele beeld van de scout met de lange jas rond het veld is een klein beetje voorbijgestreefd. Ik wil een scoutingsteam die bestaat uit dynamische mensen die vooral dag en nacht willen werken en dag en nacht willen zoeken
naar spelers. En dat is iets waar wij heel hard op dit moment aan het investeren zijn. Voor mij begint scouting met een zeer sterke data-analyse. Waarom? Omdat wij kunnen recruteren in de hele wereld. Van Noorwegen tot Zuid-Afrika, van Japan tot Zuid-Amerika. Dus dat zijn heel veel spelers die je moet kennen. Dan moet je gebruik maken van de software die aanwezig is om die markten te filteren. Een tweede pijler van onze scouting is een zeer doorgedreven video-analyse. Ook daar is er heel veel software voorhanden. En ook daar moeten we mensen vinden die... die uren en uren beeldmateriaal willen bekijken om tot goede analyses te komen van bepaalde spelers. En pas in laatste instantie is de live scouting heel belangrijk. Want live scouting is eigenlijk heel tijdrovend. Voor mij is het heel belangrijk dat we alles weten van een speler. Dus ik weet van mijn scouts wat een speler technisch, tactisch, fysiek kan, waartoe hij in staat is. Maar ik wil ook weten wie zijn vriendin is, wie zijn vrouw is, hoe zijn gezinssituatie is. Of dat er bepaalde zaken uit het verleden zijn die we moeten weten. We doen dat door een background-analyse, maar tegelijkertijd is een referentieanalyse ook heel belangrijk. Dat wil zeggen dat we proberen zoveel mogelijk info in te winnen via ex-coaches van de speler, spelers waarmee hij samen gespeeld heeft, de kleedkamer gedeeld heeft. En op die manier komen we zoveel mogelijk te weten over een speler. En ik denk dat een aspect is die vaak onderschat wordt in het voetbal. Het leukste om naar huis te gaan als je van een scouting meeting komt, dat is van je scouts horen dat ze opnieuw een jong talent ontdekt hebben die wel eens zou kunnen passen binnen de spelstijl van Anderlecht. Daar ga je met een gelukkig gezicht naar huis. Omdat ik weet hoe moeilijk dat het is. Ik weet dat je soms uren, dagen, misschien zelfs een volledige week kunt zoeken, spelers kunt bekijken, spelers kunt analyseren. En pas heel of slechts heel af en toe kom je tot een profiel waarvan je denkt, ja, dat is het. We streven zoveel mogelijk naar unanimiteit, waarbij dat scouting en staf op dezelfde lijn zitten. Tot op heden is het altijd gelukt bij de inkomende transfers om die unanimiteit te hebben, echt waar. Het geeft een goed gevoel. Dat is geen garantie op succes, maar dat geeft wel een goed gevoel. Maar er zijn zeker over andere spelers die we dan niet gerecruiteerd hebben, daar zijn wel felle discussies over. Nu, die unanimiteit is natuurlijk niet altijd mogelijk. Soms heeft er iemand een andere mening, wat ook goed is, en dan is het aan mij om de eindbeslissing te nemen. Onze zomermercato is begonnen met een analyse van de huidige kern, waarbij we duidelijk gezegd hebben dat wat goed is, willen we behouden. Vandaar dat we dan ook als prioriteit gesteld hebben dat we de loondeal van Derek Lucassen wilden verlengen. Waarbij we ook gezegd hebben dat we een aantal contractverlengingen bij jonge spelers wilden prioriteit aangeven. Dat is ons tot nu toe ook gelukt. Maar tegelijkertijd waren we ook niet blind voor een aantal zaken die beter moesten. We moesten ons gericht versterken op een aantal posities. De eerste positie was de positie van tweede doelman. We hebben daar heel hard op gewerkt, samen met de keepercoaches. We hebben daar de markt heel goed verkend. We zijn bij Timon uitgekomen, een jongen die einde contract was, die op jonge leeftijd al heel veel wedstrijden gespeeld had. En ook perfect past binnen de filosofie van Anderlecht, naar opbouw van achteruit, goede voeten. Dus ik denk dat een goede recrutering was. Ilias is een jongen die ons heel hard opgevallen was in de beloftecompetitie. Wij wisten dat Genk plannen had met hem, maar hem eigenlijk nog geen kansen gegeven had. Dus voor ons was het ideale moment om met hem in gesprek te gaan. Hij was einde contract en hij doet het heel goed in onze voorbereiding. Het is een jongen die zeker nog een beetje tijd nodig heeft, maar hij beschikt over veel kwaliteiten. En we zijn blij dat hij bij ons in onze kern opgenomen is. Ook wisten we op linksachter dat daar een probleem zat met de privé-situatie van Kemar, waar we heel veel respect voor moeten hebben, maar we moeten ook zorgen dat we klaar zijn. Ook daar hebben we met het scoutingdepartement geprobeerd om de volledige markt te verkennen en zijn we uitgekomen bij Bogdan Michalichenko. Ik denk dat we daar prijskwaliteit een heel goede deal gedaan hebben. Maar het is een jongen waar we zowel met de staf als met het scoutingsteam heel hard achter staan en heel hard in geloven. Ik denk wat alle supporters duidelijk ook zagen, is dat we moesten investeren in ons aanvallend compartiment. Vandaar dat ik de loondeal van Percy Tau een zeer interessante piste vond voor Anderlecht. Percy is iemand die ten eerste een topmentaliteit heeft, die de competitie heel goed kent. Die ook getoond heeft in deze competitie beslissend te kunnen zijn. 4 doelpunten en 8 assists vorig seizoen in een beperkt aantal minuten toch. Dus Percy is zeker iemand die de polyvalentie heeft om ons aanvallend te versterken. Boundou is in eerste plaats een rechterflankaanvaller.
Met een zeer mooi profiel. Hij is stevig, hij is sterk, hij heeft power. Hij heeft snelheid, hij heeft een goede center. Hij heeft ook een dribbel. Hij loopt diep zonder bal en hij heeft scorend vermogen. Dus dat is een jongen die we eigenlijk niet in onze kern hebben op dit moment. 10 goals, 12 assists. Weliswaar in de Deense competitie. Dus opnieuw is dat een jongen waarvan we denken dat hij heel veel kwaliteit heeft. Maar ook hier bij Anderlecht zal hij nog een aantal stappen vooruit moeten zetten. En het is aan ons om daar alles aan te doen om hem daar te laten inslagen. Het vertrek van Kemar was een goede zaak voor Anderlecht. Omdat wij niet alleen hem die transfer gunnen, waar wij een langdurig contract kon tekenen, maar omdat wij ook budgetair gezien de nood hadden om dat te doen. Dat zorgt er ook voor dat er een plaats vrijgekomen is in de spits, waar wij ons hopelijk ook nog kunnen versterken. Langs de andere kant hebben we twee jongens waar we echt hard in geloven. Antoine is iemand die heel jong is, die bewezen heeft dat hij toch heel veel in zijn mars heeft en we moeten daar blijven op inzetten. Anderzijds hebben we ook nog die Matta, die een jongen is die toch heel veel kwaliteiten heeft, die terugkomt van een lange blessure, maar die op de goede weg is. Het is zo dat we nog heel veel werk hebben op uitgaand vlak. Wij zitten met heel veel spelers die op onze payroll staan, waarvoor we eigenlijk een oplossing moeten zoeken. We zitten in een markt die geteisterd is door corona. Dat wil zeggen dat elke ploeg budgetair beperkt is en dat het dus heel moeilijk wordt om die spelers die toch vaak aan relatief hoge salarissen spelen, om die kwijt te raken in de markt. Langs de andere kant, het zijn onze spelers. We moeten proberen om de correcte oplossing te vinden voor die spelers. We moeten ons daar positief bij opstellen. En we moeten zelf, samen met de spelers en de makelaars, op zoek gaan naar het juiste project.